Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In een behoorlijk deel van het land is de zon doorgebroken. We zien ook nog wel wat wolkenvelden over het land. Dat horen bij buien die over het land trekken. Op de meeste plaatsen is het op dit moment wel droog en dat alles bij zo'n 8 tot 10 graden. En dan nog wel vrij stevige zuidwestenwind. En die wind die gaat in de late avond en nacht fors toenemen. Maar daar gaan we zo meer over vertellen. Op dit moment dus op veel plaatsen droog. Een paar buikjes trekken nog wel over het land van west naar oost, met name bijvoorbeeld aan de oostkant van de Veluwe. En voor de rest zien we boven het zuiden, met name over België, zien we alweer nieuwe neerslag aankomen. En dat is de regen waar we laat vanmiddag vanavond en komende nacht deels mee te maken hebben. Maar zoals eerder gezegd, de wind gaat een hoofdrol opeisen. In de loop van de avond en nacht gaat de wind stevig toenemen. Hij is zuidwestelijk en wordt uiteindelijk in de nacht hard of stormachtig aan zeewind 8, 7 tot 8. En in de kustgebieden zijn dan windstoten mogelijk van 75 tot 100 km per uur. In het binnenland waait een vrij krachtige wind. We zien dat de wind morgen overdag geleidelijk aan gaat draaien naar een wat meer westelijke richting. En dan neemt hij ook langzaamaan af. Dan terug naar vanavond. Dit is het weerbeeld wat erbij hoort. De bewolking gaat overheersen en verspreid in het land valt weer wat regen. De nadruk van de neerslag ligt wel op het zuiden en zuidoosten van het land. In het noordwesten zal de minste neerslag vallen en is het dus ook vrij vaak wel droog. Halverwege de avond is het een graad of 6. Verder gaat de wind dus flink toenemen. Die is halverwege de avond matig tot krachtig, windkracht 3 tot 6. En uiteindelijk komende nacht aan zee hard of stormachtig, kracht 7 of 8 met dus die stevige windvlagen. Als u dus de weg op moet vannacht in de kustgebieden, even opletten en de handen stevig aan het stuur. De minima komen uit rond de graad of 6 en het blijft enigszins druilerig weer. Morgen overdag dan. Uiteindelijk gaat de neerslag in de loop van de ochtend naar het oosten toe wegtrekken. En dan breekt opnieuw vandaag de tijd de zon door. Wel iets meer bewolking dan we vandaag gezien hebben. Verder zien we dat het dan op de meeste plaatsen wel droog blijft. Het wordt 8 of 9 graden en nog steeds wel een stevige wind. Al gaat die in de loop van de dag geleidelijk aan afnemen naar zo'n matig tot aan zee nog krachtig windkracht 3 tot 6. Dan de dagen daarna. Vrijdag overheerst de bewolking en zeker in de middag kan er weer wat regen vallen bij zo'n 8 tot 10 graden. Op een enkele plek nog iets warmer, daarbij het een matige zuidelijke wind. In het weekeinde zien we ook veel bewolking, maar met name op zondag iets vaker ook de zon. Middagtemperatuur zo tussen 9 en 12 graden, op zaterdag in het zuiden misschien zelfs nog iets meer. En daarmee zitten we met bovengemiddelde waarden voor begin maart. De wind die kan vooral aan de kust nog soms vrij krachtig of krachtig zijn. In het binnenland waait het meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl